Dat fraudeurs zich voordoen als bankmedewerker om aan geld te komen, dat wisten we al. Maar de afgelopen tijd ziet de politie ook, hoe brutaal wil je het hebben, dat mensen zich voordoen als wijkagent. We zien de laatste tijd in onze eenheid dat er steeds meer mensen zich voordoen als politieagent of wijkagent. Nou, zij bellen dan mensen of komen aan de deur bij mensen en stellen daar allemaal persoonlijke vragen. Hè. Hoe zijn je bankzaken geregeld? Heb je waardevolle spullen in huis? Nou, we hebben best wel gezien dat mensen het niet vertrouwden. Maar er zijn ook mensen die helaas wel de dupe hiervan zijn geworden. Hoe komen nou deze zogenaamde wijkagenten dan uiteindelijk bij je aan de deur terecht? Ze komen bij je aan de deur door middel van een valse identiteit. Gegevens van die slachtoffers hebben ze vaak verkregen via een datalek. En als ze jou dan bellen, zie je vaak als slachtoffer het telefoonnummer van de politie in beeld. Maar daadwerkelijk gaat het hier om een ander nummer wat daarachter zit. En dat is een soort trucje die ze gebruiken, wat wij spoofing noemen. Nou, uiteindelijk komen ze bij jou aan de deur met een babbeltruc. En zo nemen ze jouw spul afhandig, onder het mom van dat ze jouw spul in veiligheid gaan brengen. Dit soort fraudeurs maken dus duidelijk misbruik van het vertrouwen van mensen, ook van de goede naam van de politie. Hoe kun je dat nou voorkomen? Nou, de politie vraagt nooit om jouw pincode of bankpas. Geef die dan ook nooit, maar dan ook nooit mee. Mocht er dan toch iemand bij je aan de deur staan die zich voorstelt als politieagent, vraag diegene om zijn legitimatie. De politie heeft altijd zijn legitimatie bij zich. Dus als ze die niet kunnen tonen, doe dan direct de deur dicht en bel 112 om ons te waarschuwen.